Een Lord of the Rings-fan die zelf een vervolg op de populaire reeks geschreven had, wordt nu door de nabestaanden van Tolkien verplicht om al zijn fanfictie te vernietigen. Hij had beter eens zijn licht opgestoken bij enkele liefhebbers van een andere reeks. Ja, die man heeft dat niet goed aangepakt, hè? Nee, en wij kunnen het natuurlijk weten, want wij zijn feitelijk de koningen van de semi-legale fanfictie. Wij hebben ondertussen al 8 albums gemaakt van de Kikker Boys. Ja, en de advocaten van Mero, die hebben ons nog niks kunnen aansmeren. En waarom? Omdat wij slim zijn. Ja, ze hebben het wel al geprobeerd hoor. Maar door een clevere naamgeving zijn wij eigenlijk legaal volledig ingedekt. Geduid daarvan, ons laatste album, de Kikker Boys en de Zwoele Nacht met Panny. Ziet u wat we daar gedaan hebben? Nu, om onze conculega in Amerika te tonen hoe het moet, brengen wij binnenkort ons nieuwe album uit. The Kikker Boys and the Lord of the Strings. Ja, ziet u wat we daar gedaan hebben? Ja. Misschien een klein fragmentje lezen voor de mensen? Ja, dat ze nog weer weten wat er... Ja, zo. Amai, Thierry, kijk eens wat ik nu heb. Een magische string. One string to rule them all. Amai, wat een string. Iedereen wil deze in haar bezit. Maar wie is daar? Het is Liv Tyler uit The Lord of the Rings. Ja, Thierry en Jean. Ik ben Liv Tyler, maar niet het personage Arwen. Dus niemand kan ons aanklagen. Oh, Liv, jij wel vast en zeker deze magische string. Zeker. Maar pas op, Liv. Deze string heeft magische krachten. Inderdaad, als iemand deze string aandoet, dan wordt de string onzichtbaar. Oh, geef hier. Plots komt Panny binnen. Nee, ik wil de string. Oei, dames, geen ruzie maken. Jullie mogen ze allebei aandoen. Ja, en dan gaan de poppen aan het dansen natuurlijk. Ja. U ziet het, er is legaal geen speld tussen te krijgen. En dit album is dan ook beschikbaar op onze webshop. En de opbrengst gaat integraal naar de warmste beek. Ja, dat is de naam van onze 4G2. Ja. Ziet u wat we daar gedaan hebben? Nee. Ze kunnen ons legaal niks maken.